Luna is een van de nieuwste foundations op het eiland. Wat wij doen, wij gaan langs de scholen om de jeugd uit te leggen hoe ze met hun dieren om moeten gaan. Wat wij ook doen, wij gaan langs huizen. Dus mensen sturen ons via Facebook of via WhatsApp een bericht dat ze een hond of een kat hebben en ze weten niet zo goed hoe ze ermee om moeten gaan. Wij gaan langs, wij helpen ze, wij hebben eten, wij hebben halsbanden, wij hebben wat medicijnen waar we ze mee kunnen helpen. Luna is geboren om de mensen met een lagere inkomen, om die toch bij te brengen hoe ze met hun beesten om moeten gaan. Honden aan een te korte ketting. Je hebt die nieuwe lei dat je hond op je erf moet houden. Heb je geen afgesloten erf, moet het aan de ketting. Wat we veel zien, de honden zitten aan een ketting, maar een veel te korte ketting. Of echt zo'n waaier om hun nek dat in hun huid gaat. Wij worden gebeld, wij gaan langs, wij kunnen met ze praten, wij kunnen de hond redden. Of poes redden. Voor wat betreft de kill cage, want daar zijn we eigenlijk zo'n beetje hier om. Hoe staat het ermee? Hoe staan jullie daar tegenover? Veel zullen het er misschien niet met mij mee eens zijn. De kill cage bestaat omdat Aruba niet weet hoe ze met hun dieren om moeten gaan. Als wij goed voor onze beesten kunnen zorgen, dan hoeven daar geen beesten ingestopt te worden. Zolang wij niet weten hoe we ermee om moeten gaan, blijft die cage vol. Gooien ze die cage dicht, waar moeten al die honden dan? Waar moeten al die katten? Dan hebben we nog meer zwerfhonden op straat. De cage mag blijven bestaan, want ik kom uit Nederland. In Nederland heb je ook high kill shelters. Honden en katten worden ook ingeslapen. Als het moet, moet het. Maar het moet op een diervriendelijke manier. Eerst iets om ze te kalmeren, de eerste spuit. En dan spuit je in, zodat ze in kunnen slapen. Dat gebeurt hier niet. De regering vergoed het bedrag voor hier, maar het moet op een diervriendelijke manier gebeuren. Niet op de barbaarse manier hoe het nu gebeurt. Zijn er wel bewijzen van die barbaarse doodtechnieken? Het schijnt al jaren te gebeuren. Dit wat er nu omhoog is gekomen van dat ze worden doodgeslagen, had ik nog niet over gehoord. Maar het verklaart wel waarom er vaak zoveel bloed in de cage ligt. Wij zijn wel eens gekomen, ik werk ook met Criolla Trappers, ik werk ook met Animal Relief Foundation en met Animal Rights. Vaak komen we hier om honden en katten eruit te halen en dan ligt het vol met bloed. Als het is dat het alleen een naald is wat hij geeft, waar komt al dat bloed dan vandaan? Dus het feit dat men nu zegt ze worden kapotgeslagen, dat verklaart een hoop. Want die meneer die hier werkt, het schijnt dat hij bang is voor dieren. Waarom zou je iemand die bang is voor dieren hier zetten? Die snapt dan niet hoe die met een beest om moet gaan. Dat je een naald aan een bezemstok vast moet zetten. En je prikt het beest, waar dan ook. Dat is niet diervriendelijk. Dan is het beest aan het lijden. Dat wil je toch ook niet voor je dier? En Aruba brengt in de weekenden is hier vol. Vol met beesten. Soms komt die man 2 dagen niet. Dan zitten die beesten daar vast. Zonder eten, zonder drinken. Ze sterven in de volle zon en dan komt hij alsnog en hij maakt ze af. Waarom zou je als volk dat doen met je beesten? Waarom heb je een hond of een kat om het op zo'n manier in zo'n afmaakhok te plaatsen? Dat begrijpen we niet. Dus Luna probeert de mensen uit te leggen wat er hier gebeurt. En hier hoort je hond of je kat, hier horen ze niet thuis. Maar het is een proces. Het is niet iets wat je in 1-2 dagen op kan lossen. Het is 50 jaar gaande. Je lost het niet zo snel op.